Deze strandgasten konden hun ogen niet geloven. Ineens zwom er vlak voor de kust van Zandvoort een walvis voorbij. Het is een verdwaalde spitsnuitdolfijn. Volgens een reddingsorganisatie zwommen er waarschijnlijk nog twee andere, kleinere spitsnuitdolfijnen rond in de buurt van de kust. Hij moet terug. Ja, keren, hij moet keren. De strandbezoekers proberen het dier te helpen en terug de zee in te duwen. Dier gered? Nou, dat is nog maar de vraag. Annemarie van hulporganisatie SOS Dolfijn maakt zich nog steeds grote zorgen. Voor sommige mensen zijn deze beelden misschien van wow, ik zie een dolfijn en wow, hij kwam heel dicht op de kust. En ik zie op dat moment een walvis die in enorme stress is en die op dat moment dan ja, eigenlijk probeert te stranden om een reden en door mensen van de kust af wordt geduwd. Spitsnuitdolfijnen zijn eigenlijk geen dolfijnen, maar een walvissoort. Een volwassene kan wel 4,5 meter lang zijn en een paar duizend kilo wegen. In de Noordzee, de zee bij Nederland, komen ze normaal gesproken niet voor. Dit zijn dieren die op kilometers diepte normaal gesproken leven, hun voedsel vinden. En nu in één keer in de Noordzee zijn die maar enkele meters diep is. En dat is gewoon een gebied waar zij gewoon niet kunnen overleven, geen voedsel kunnen vinden. Dus dat is echt een zorgelijke situatie voor deze diersoort. Na de reddingsactie van de strandgasten zijn er boten ingezet. Die moesten de walvissen weghouden bij de kust. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Sinds gisteravond zijn de dieren niet meer gespot. Het kan betekenen dat de dieren de Noordzee zijn uitgezwommen en weer uit de gevarenzone zijn. Het kan ook betekenen dat de dieren nog ergens in de problemen zijn, maar dat ze op dit moment gewoon niet worden waargenomen.